Dan gaan we nog voor een klein race, jongens. En ik had toevallig nog een setup klaarstaan van vorig jaar. Dus daar heb ik nu voor gekozen. We zitten in de McLaren. Volgens mij staan we op de vijfde startrij. Vierde of vijfde startrij. Ik kan het niet heel goed zien. Ik heb ook niet opgelet wat dat betreft. Dus we moeten aardig wat inhalen. Willen we überhaupt nog op het podium kunnen komen of daarop kans maken? Maar genoeg geluld. Laten we gewoon lekker gaan racen. En dan gaan we naar niet een hele snelle start. Ik ga hier de binnenkant proberen te houden. Want doe je dat niet, proberen ze daar te vaak tussendoor te krijgen. Dat is niet gunstig voor ons. Probeer een Red Bull voorbij te steken. Dat lijkt aardig te lukken. Hij zit nog wel redelijk dicht bij ons in de buurt. Kleine touché met Bottas. Geen waarschuwing voor het kijken op het. En dan zijn we aan het aankloppen voor Renault. En hebben we Hamilton in het gezien. Het lijkt wel op dat we ze qua pace kunnen bijbenen. Iets te ver teruggeschakeld. Ik ga het hier nog niet proberen hoor. Oeh, daar ging helemaal iets langzamer dan ik dacht. We hebben hem wel gepakt overigens. Bocht 1, een hele verhaalige bocht, vind ik zelf. Hier de beroemde bocht natuurlijk met Verstappen en Leclerc. Ik weet niet of Leclerc nu ook eerste ligt. Dat zou natuurlijk ook vetter kunnen zijn. Ik heb niet goed te opletten wat dat betreft. Proberen we hier nog aan de binnenkant te komen bij hem. Oh, dat lukt maar net. En Verstappen zijn voorbij. Want je ERS is wel echt helemaal leeg. En we kunnen de fuel mix nog wat aanpassen. Kijken of we nu kunnen aanhaken bij de Ferrari. Het is dus wel de Leclerc. Het zou mooi zijn als we hem hier ook in de laatste ronde kunnen pakken. Hier moet je echt niet te vroeg op het gras gaan, want je zet je auto meteen zijwaarts. Ik ben zeker niet tevreden over de start van de race. En ook hier niet te vroeg op het gras. Op te letten op de tijden. Dus ik heb niet goed zicht erop of we naar dichterbij komen. Volgens mij gingen we daar over de tracklimits, maar niks gehoord. Wel de snelste ronde neergezet, jongens. En je rest staat dus op 1. Dus de 1 na laagste ERS mode. En we gaan nu gewoon batterij sparen. Om straks op het rechte stuk de Leclerc voorbij te proberen te steken.
Goed, ik heb wel een DRS zonder. De vleugel staat open, we moeten nu gaan proberen. Hier dood op de gladiolen. Gaat dit nou echt in deze bocht gebeuren? Touché! We zijn er voorbij! Echt in Max Verstappen stijl. Iets minder netjes om heel eerlijk te zijn, maar ja, dan mag ik net niet drukken. Ik kom er daar goed weg, zeg, want voor hetzelfde geld breek je zo je voorvleugel af. En dan ben je wel gezien hoor. Deze nemen niet heel netjes. Moet hem toch nog van ons af zien te houden. En zoveel plekken heen jongens. Ellebogen uitgestoken, yes, mag allemaal. Zeker in de sprintrace. Zoveel kansen krijg je namelijk niet. Maar het is ons gelukt jongens. P1. En in dit geval was het Lando Norris. Maar laten we hopen. Laten we absoluut hopen dat het vandaag Max Verstappen gaat zijn. Dat zou heel mooi zijn. Het zou een goed begin zijn van het seizoen. En het zou natuurlijk ook veel vertrouwen wekken. Want we racen niet één keer, nee, twee keer op de Red Bull Ring. En dan is het fijn om te weten dat je hem kan winnen. Alexander Albon op de zevende plek. Gaan we gelijk even naar de eindstand kijken, denk ik. Of niet? Our winning drivers are on their way to the podium right now. Podium. It's been a fantastic race for McLaren, dat wil ik graag zien. Norris, Leclerc en Verstappen. De toekomst, jongens. De toekomst. En daar staat hij, de McLaren. De muziek, de champagne. Nogmaals, laten we hopen dat het voor Max Verstappen ook zo gaat zijn. Eind van de middag. En dat we niet meer uren hoeven te wachten op een racebeslissing. Maar dit was de race in Oostenrijk, jongens. Ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken. En dan gaan we snel naar de race. Bedankt, ciao!